We zijn nu even bezig met een live interview. We zullen mevrouw Melissa interviewen. Mevrouw Melissa Santoki interviewen vanavond. We zijn hier bij haar op bezoek. Mevrouw Melissa, een goedenavond. Wat vindt u van de benzinestijging momenteel in Suriname? Nou, ik zie helemaal niets aan de hand meer hoor. Want ik bedoel, van de Surinaamse bevolking klaagt niet. Dus we gaan gewoon verder. We moeten geld naar binnen krijgen. Want mijn man en ik moeten vrij kunnen reizen. En vele dingen moeten gebeuren. Dus, en zolang de bevolking niet klaagt. Ik bedoel, van als niemand klaagt, is het toch geen probleem. Dus ik weet niet wat het probleem hier zou moeten zijn. En wat vindt u van de koersstijging? Oh, geweldig. Want als we die visa binnenkrijgen, dan weten we als we dat ook omwisselen, hebben we meer geld. En ja... Ik vind dat helemaal goed. En ik bedoel van, als ik ga naar het buitenland ga en ik mooi dollars daar zo omwissels in euro's, heb ik er wat meer voor wanneer ik hier terug ben. En tot slot, wat wilt u aan de Surinaamse bevolking meegeven? Ik zou zeggen aan de Surinaamse bevolking, hou je taai. Blijf gewoon rustig. Geniet maar op Facebook. Laat Facebook gewoon shinen. En betank en koop. En wil ik zeggen van... Ik ben blij dat jullie ons ondersteunen en dat jullie begrepen, begrip voor tonen. Want ik zie ook nog niet dat jullie op straat zijn. Dus ik ben jullie heel dankbaar daarvoor. En ik zou zeggen van, fijne avond verder. Dank u wel voor deze reportage. Fijne avond. Goedenavond.